Hoi allemaal, daar ben ik weer. Ik heb een opgemaakt filmpje voor jullie. Dus ik ga er heel snel doorheen, want ik heb er nog twee filmpjes op te nemen. Dus hierna heb ik al een filmpje opgenomen, hiervoor al. Een shoplog, dus ik ga het een gilet. Dus, haar. Mijn man, die scheert zich altijd, dus ja. Die heeft hij opgemaakt. Die is eigenlijk zijn holy grail. Die gebruikt hij altijd en die haalt hij altijd. Dus altijd standaard. Dus als die op is, de volgende keer zien we weer. Oké, zijn Nivea Balsam was op. Die heb ik ook weer gehaald. Is ook zijn holy grail. Ook lekker. Super lekker. Soms moet ik proberen om met mijn vinger er vanaf te leiden. En hij heeft ook nog een Brut aftershave opgemaakt. Dus, nou, er zit eigenlijk nog een beetje in zo te zien. Eigenlijk kende hij nog wel een beetje mee, maar misschien giet ik hem er wel eens over. Daar heb je er nog zo een. Deze heeft hij opgemaakt. En we hebben een Listerine opgemaakt. Fijn, super fijn, heerlijk. Ja, er zit nog een druppje in, maar ach, hij was leeg. Ja, best wel pittig. Listerine is heel goed spul, moet ik zeggen. Dus altijd een aanrader. Je kan ook wel goedkopere nemen, maar ja, die werken iets minder als deze. Dus ja, als ik graag ga voor kwaliteit. En deze is prima. Altijd perfect. Dit is een kleintje en we hebben nu een grote in gebruik. Dus prima. Doe ik 's morgens, 's avonds. En één. Twee wasflessen. Gewoon van Albert Heijn. Oh nee, wasverzachter. Sorry. Twee flessen wasverzachter opgemaakt. Ruikt lekker, heerlijk. Lavendel is mijn lievelingsgeur. Dus ja. Ze hebben ook een witte was opgemaakt. Ook van Albert Heijn. Ja, mij maakt het niet uit wat voor wasmiddel of wat voor wasverzachter. Het is gewoon lekker. En dan heb ik de vochtige washandjes opgemaakt. Deze. Die komen bij de Action vandaan. Ruik heerlijk, zalig. Ik haal zo weer en soms ben ik wel eens lui. En dan haal ik er wel eens af. Maar ik vergeet natuurlijk dat er parfum in zit. Dus dan zit ik hier weer helemaal onder. Dus foutje. En dan heb ik ook weer de Argan Facial Cleansing Wipes opgemaakt. Voor droge huid. Nou, er zit olie in en... Wat blijkt nou? Ik kan daar bijna niet tegen. Ik had het ook al vaak, net als met Marsha, de kokosolie gebruikt. Maar dat ging ook niet goed. De 10x5 Big Twin... Lady Sensitive. Op. Ook op. Gebruik ik altijd voor mijn benen te scheren. Dus ja. Perfect, prima. En doet er lekker lang mee. Goed, dan heb ik ook een multi-slim gewicht opgemaakt. Van het Kruidvat. Gebruik ik altijd prima, perfect en niks op aan te merken. Voor mij werkt het. En dan heb ik een make-up product opgemaakt. Nou ja, het is nog niet helemaal op. Er zit nog een beetje in, kijk. Maar hij is zo goed als leeg, dus puppe. Maar ik heb nog een backup, dus vind ik ook prima. En die ga ik nu in gebruik nemen daarna. En nu ga ik, denk ik, mijn opgemaakt en mijn favoriete make-up zien. Oké. Ik schuif het even bij elkaar. De favoriete producten die ik de laatste tijd gebruik zijn een aantal paletjes. Dat is deze. Van de Big Bazaar, maar deze heb ik gekregen. Je kan zien dat ik het aardig gebruik.
pen zit er al in. Dus ja, deze. Deze. Oh, de Essence All About Chocolate. Hier heb ik ook al de pen geraakt. Hier begin ik ook al de pen te raken. Dus. Ja. En deze. Altijd wel. Vond ik wel heel erg. Die en deze gebruik ik heel veel. Die ook nog wel eens. Maar die. Zo af en toe. Misschien in mijn ooghoek of zo. En dat is met die ook. Die gebruik ik ook best wel veel. En dat is de Summarize and All About Nude. Nu zien waar ik de pen geraakt heb. Die. En de favoriete mixed vat. Dit is de Perfect Touch blush van Bazaar. Een hele mooie peachy kleur. Super mooi met een shimmer. Nee, je kan het niet zien. Je kan het net niet zien. Nee. Een hele mooie peachy kleur. Ik zal de nummer opnoemen. Dat is 03. Het heb geen naam, maar het is 03. Dus mocht je nieuwsgierig zijn welke dat is 03. Van de Perfect Touch Blushers. Blusher. Sorry. Neem me niet kwalijk. Het is laat. Ja. En de Old Vertrouwen Highlight. Altijd. Deze. Van de Douglas. Die ik nog steeds heb. En de bronzer. Hij is een beetje oranje, maar als ik hem heel lichtjes mee shape, dan gaat het goed. En All About Matte Fixing Compact Powder van Essence, kan niet missen, wit. Dan heb ik, want er is dus allemaal lipstick van gebruikt heb. Make-up brow van Essence. Daar heb ik de lichte variant. Nou, kijk naar hem. Het is er al helemaal af. Welk nummer is dit? 01. Blondie's Brown. En daar heb ik ook nog 02. Brownie's Brown. Dus deze. Dus, hop. Eigenlijk wel heel fijn. Een heel klein borsteltje. En die even terug. Dit is de Blooms Me Up. Dus eyeshadow brow. Die is ook favoriet, zoals je kan zien. En dit is de, doe ik altijd in mijn waterlijn. Perfect, bijna op. En de Essence All Eyes On Me waterproof multi effects mascara. Steeds. Zo. Dit borsteltje. Heel fijn borsteltje, moet ik zeggen. Goed, dan kom ik bij de lipproducten. En dat zijn er nogal wat. Nou, in ieder geval die drie die ik toen pas gekocht heb. Bij, op de Haagse Markt. Ik kreeg er heel veel complimentjes over. Van, wat heb je toch een mooie kleur op. En waar haal je die? Nou, op de Haagse Markt. Dan heb je een kraampje waar je 5 dingen voor 5 euro kan halen. Dus die drie, als die op zijn, dan ga ik zeker nieuwe halen. Of sowieso al backups. Want
gaat best wel hard, moet ik zeggen. En dan heb ik er weer drie van. Je kan het net niet zien, geloof ik. Big Bazaar. De Pink Love Tees. Een hele donkerrode. Een beetje een rood-roze-achtig. Een mat. Een nude kleur. Mat. En een, ja, een rode kleur. Goed, daar heb ik heel vaak op mijn lippen die ik standaard in mijn tas heb. Dat is deze. Dat is het lekkere voor je lippen. Een soort, ik gebruik hem als balsem. Het is een soort lipstick, maar het is van een limited edition. Dus ja, ik gebruik hem als balsem. En dan heb ik nog een lipstick van deze, een nude kleur van de Primark. En dan heb ik de twee van Catrice. Dus Ultimate Shine. Ik kan net niet zien welke dit is. Het is een beetje een paarse plumachtig. En dan heb ik nog gewoon in een Rose Garden. Deze, een nude kleur. Dat was mijn opgemaakt en favoriete voor mijn make-up. En nu ga ik nog één filmpje opnemen en dan ben ik klaar. En dan zie ik jullie straks weer. Oh, als jullie graag op de hoogte willen blijven, kan je hier beneden onderin kan je klikken op abonneren. Op de andere kant kan je een duimpje omhoog doen. En beneden als je iets wil vragen of iets wil zeggen of een tip of een trick is altijd welkom. Laat het hier beneden weten in de comments. En ik zie jullie de volgende keer.